kijken wat we van het volgende dilemma gaan leren. Wij vroegen aan 100 mannen met welke ex-voetbalvrouw zij wel eens een wilde nacht willen beleven. Foto A, Sylvie. Of foto B, Estelle Kruijf. Rustig, rustig. Vrouwen vinden Sylvie. Maar nu doen jullie het weer. Ik denk dat vrouwen Sylvie vooral mooi vinden, maar mannen vinden Estelle geil, denk ik. Ja. Ik denk ook Estelle. Ik denk ook. Ja. Wat zouden jullie doen, hier, mannen? Ik hoor Jack zeggen, ik zou bang zijn dat Sylvie mij zou breken. Ja. Ik denk dat mannen zo kijken naar vrouwen. Van, wat kan ik vasthouden? Nog een keer. Sorry, oké. Heel apart. Het is wel grappig, want Jack heeft zowel Sylvie als Estelle gehad. Het was allebei wel als typetje. Gespeeld op Paul Groot, maar toch. Ja. Het voelde net echt. Nou ja, je bent inderdaad bij die meis bang dat er iets afbreekt. Dat is... we gaan voor Estelle. Nee, ik weet het ook niet meer. Ik ben zenuwachtig. Nee, wij vullen in op de vraag met welke ex-voetbalvrouw zouden mannen nog wel een wilde nacht willen blijven? Oh. Foto A, Sylvie of foto B? Estelle, jullie zeggen Estelle, is dat ook zo? Nee! Alle antwoorden zijn omgedraaid. Ja, ze gaan nu allemaal dingen gooien hoor. Ik heb het ook eerder meegemaakt. Oké, dit is voor het laatst dat we. Ja, nu zijn ze 55% van de mannen koos voor Sylvie. Ja.